Hij fixt het gewoon zijn allereerste. Zijn eerste voor een euro. Welkom bij de allernieuwste aflevering van de Giergasten. Ik ben Niels. En ik ben Joost. En we hebben vandaag de aanvraag gekregen of wij Call of Duty Black Ops konden regelen. Ja, dat kunnen wij natuurlijk regelen, Joost. Tuurlijk. Maar die gaan wij natuurlijk niet jatten uit de winkel. Wij moeten op een gierige manier ons geld gaan verdienen. Ja, en als jullie de Amsterdamse bloemmarkt een beetje kennen, dan weten we dat er heel veel geld wordt gespendeerd door toeristen voor een lullig bloemetje. En wij dachten, zo'n bloemetje kunnen wij zelf ook oplukken. Ja, dus we gaan het Amsterdamse bos in. En we gaan echt mos, takken, bladeren bij elkaar rapen om op die manier de allerlelijkste boeketjes ooit te maken. Voor zoveel mogelijk geld verkopen. Tenminste, dat gaan we proberen. Ja. En daarvoor krijgen we de hulp van een hele bekende YouTuber, die heel goed is met typetjes. Maar voordat we hem moeten, gaan wij eerst samen het bosje induiken. Yes, dat we dat nog ooit konden zeggen. Ja. Nou, laten we maar hier eens wat takken bij elkaar proberen te rapen. Nou, bosje 1 is klaar. Het is echt smerig. Wat is het voor je klaar? Wel een tientje, alleen al voor de moeite, joh. Moet je een bloemetje kopen? Nee, maar 20 euro, hoor. Ik heb er een hard hoofd in op een 60 euro gaan ophalen. Deze lelijke boeketten. Maar goed, laten we maar naar de bloemmarkt gaan. Let's go. Goed, we staan nu op de bloemenmarkt in Amsterdam. En zoals aangekondigd gaan wij de bloemetjes niet zelf verkopen. Maar wij krijgen hulp van een hele goede YouTuber. Kai! Van Kai's typetjes. Dank jullie wel, heren, voor deze prachtige aankondiging. Ja, en jij gaat ons helpen vandaag. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik heb de bloemen al gezien. Dat is niet best. Hoe ga je het brengen bij die mensen? Ja, gewoon dwingen. Onder druk zetten, want anders verkoop je ze niet. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik zou zeggen, ga de bloemetjes even in het water zetten alvast. Ja. Ja. En daarna mag je ze verkopen. Maar wel een doelstelling, we hebben 60 euro nodig. Zo, hallo. Ja. En dan moet ik 40 euro bijgeven bij je bloemen. Nee, als die bloemen nog niet dood waren, dan gingen ze wel dood hier in het water. Die zijn special Dutch flowers. Italia. Bellissimo. Nee, maar niet. Oh, bellissimo. Wie zou, hè? Oké. Okay. Nou, wegwezen, wij gaan bloemen verkopen. Wij gaan wel even daar verderop staan. Dus ik zou zeggen, heel veel succes. Dankjewel, jongens. 60 euro. Flowers! De best flowers in town. Had u zin om een lekker bloemetje mee naar huis te nemen? Een mooi pakketje. 2016 gaan we voor door, kil en koud. Maar moet ik die kopen? Ja, dat zou wel leuk zijn. 60 euro. Weet u alles. Misschien, nee. Het is niet voor mij. Voor een eurotje? Een eurotje? Ja. Nou, een eurotje vind ik niet veel. Zullen we dat doen? Doen we voor een eurotje wel. Oké, dan krijgt hij van mij deze voor een eurotje. Okay. Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Hij fixt het gewoon zijn allereerste. Zijn eerste voor een euro. Kan ik hem dan voor 2 euro misschien? Nee. Hey, jullie bedankt. Geef u hand. Dank u zeer. Oké, bedankt. Het is goud. 1 euro? No, 5 euro. If you smell this, you have a better sex life. Ja? Zie? Ja. Hij begint al te stijgen in die auto. Ja, Kai doet het hartstikke goed. Hij heeft er al eentje verkocht. Voor 2 euro. Ik vind het knap. Als ik hier geld voor krijg, dan ben ik toch wel aardig op baas. Zijn jullie een stelletje? Are you a couple? You should buy your flowers, man. 2 euro's and you can get a bouquet for your life. Niet om het een of ander, maar kijk, dit is eerlijk is eerlijk. Gewoon het allerlelijkste bouquetje. Ik zou die even op het einde doen. Dit is echt een beetje. Gaat hartstikke goed. Het kapsel van mijn buurvrouw dit. You wanna buy some flowers for your girlfriend? This is my sister. Oh, sorry, man. It's okay. For your sister then. It is what it is. Okay. And it costs you 2 euros. Can we do 1 euro each? Yeah, that would be great. Oh, you can do that? Oh, thank you very much. Kai, ik heb je nu een beetje bezig gezien, maar stok bij die 4 euro. Ja, hè? Ja. Dus ik ga jou even helpen. En dan ga ik in één keer die 20 euro weer kopen. Als jou dat lukt, dan krijgen we mij nog 20 euro erbij. Ja? Spreken we dat af? Spreken we af. Dan krijgen we mij 20 euro. Dat is een deal. Hello sir. I have some beautiful flowers. Ik ben bezig met een project voor een klein kind die medicijnen nodig heeft. Kan ik deze aan u verkopen? Nee, die kun je niet helemaal verkopen. Hello beautiful ladies. I have the most beautiful flowers. In Dutch? English? English. I'm sporting a little kid. Yeah, he has a disease and I want to buy medicine. It's only 60 euros. We've spent all of our money already. How much are they? It's like, usually it's 10 euros, but for you it's 20.
You really support the kid, and that's what it's all about. Okay, that's fine. Okay. You want to buy it? Yeah. No. For how much? Take it for 20 euros. No. Oh, I love you, girl. And my flowers. I love maybe you as well. We can take these. Oh. Het is wel een echte 20 euro. Ja, hij zit te kijken. Hij is echt. En het heeft mij dus gewoon 20 euro gekost. En ik heb gezegd, verdubbel hem. Dus dan zitten we op 44 euro'tjes. Ja. Dus moeten we er nog 16. 16 euro. 16 euro'tjes. Ja. Nou, de laatste 16 euro moet jij 16 euro. Doen. Kom op jongens, ik heb weer de spirit te pakken. Hallo mijn mensen, hallo, leuk dat jullie er zijn. Willen jullie mosje bloemen kopen? Nou, 50 cent. Dank u wel mevrouw. Vriendelijk bedankt. Only 2 euro's, I would be very happy. Oh, kijk eens, ik zie best lange mensen. Mama buys you the flowers, you stop crying. I see you like flowers. Nou, is oké, man. Oh, vriendelijk bedankt, mevrouw. Ah, dankjewel. 75, 4,95. 4,95. I'll give you $5 Canadian. Yes! Probably 350 euro. Oh man, you're great. Er zijn hier nu een aantal kinderen, die willen we allemaal op de foto. Maar ja, één foto is 1 euro, toch? Ja, ja, dat is waar. Oké, nou, laten we maar beginnen. Twee foto's, met ons samen. Oké, die komt in het filmpje. Ja, als iemand een filmpje wil, dan moet je betalen. Ik vind het filmpje al. Ja, hoppa. Nog een euro. Oh, sorry. 20 euro, zijn nog stubben. Ja, man van die moet je lappen. Ik dacht serieus dat ik rijk zou worden vandaag, maar dat is gewoon niet echt. Hartstikke goed, dankjewel. En onze kijkers kunnen jou ook ergens volgen, toch? Ja. Klopt, kijk even op YouTube, Kai Gorgels, en dan vind je Kai Stiepetjes. En dan vind je het programma Zo Die Is Goed Met. En Instagram, maar ook heel belangrijk, Kai Stiepetjes. Volgen die app. Wij gaan even een cadeautje kopen. Ja, top yes. Jongen. Ook mannen, later. Yeah. Later. Zo, dat was met heftig dagje werken wel. 60 euro verdiend met bloemen verkopen. Ja, dat werken viel redelijk mee, want wij hebben redelijk achterover kunnen zitten. En Kai heeft al het werk gedaan. Ja. Thanks Kai. Maar daarvoor hebben we Black Ops 3 gekocht. Voor Merlijn. Merlijn heeft ons getwitterd voor Black Ops 3. Dus deze is voor jou. En je bent ook nog eens jarig, hè? Ja, ik ben jarig. Van harte gefeliciteerd, vriend. Gefeliciteerd deze jongen. Merlijn is jarig. Hey, gefeliciteerd jongen. Weet je volgende keer even andersom? Ja. Wij kennen geen knolpower en ik hoop dat je van Black Ops gaat genieten. Heb jij nou thuis een wens die je in vervulling wilt laten gaan? Dan kan je dat altijd even Instagrammen of tweeten. Hashtag Gierigast en wie weet gaan wij dat voor jou fixen. Zie je bij ons in de uitzending. Net als Merlijn. Tot nu. Later. Oh ja, vergeet ook niet te abonneren hè? En te liken als je het een leuke video vond.